Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. En het is tijd voor een nieuwe Destiny video. En nu ben ik zelf al een tijdje niet meer in Destiny geweest. Ik heb het toch een aantal weekjes links laten liggen. Vooral omdat ik druk was met andere games die ik moest gaan spelen voor reviews of wat dan ook. Maar je weet, Destiny ligt voor altijd verankerd in mijn hart. En er is nu een nieuw seizoen, Season of the Splicer. En ik weet eerlijk gezegd niet zo goed waar het over gaat. Dus dat gaan we nu checken. Dat doe ik samen met jullie. En het enige wat ik wel weet natuurlijk is dat de Splicer, de Splicers, een onderdeel zijn van Rise of Iron. Dat is een uitbreiding van Destiny 1, waarbij Siva-technologie werd gespliced met de Fallen om daar krachtigere Fallen mee te maken. Vet seizoen, vette periode van Destiny. En ik ben benieuwd wat dat gaat brengen in Destiny 2, Season of the Splicer dus. En als ik het goed heb begrepen, komt er vanaf volgend seizoen crossplay aan. Heel erg belangrijk. Ik ben nu level 1260. Dat kan je net niet zien, want het zit onder mijn webcam. Maar ik moet gaan levelen. Want Vault of Glass is terug. Vault of Glass is en blijft, naar mijn mening, nog steeds de beste Destiny raid die we tot nu toe hebben gehad. En ik wil die graag gaan spelen, dus moeten we gaan levelen. En start ik nu de game. This morning, for the first time in humanity's long and storied history, the sun did not rise. Osiris tells me it's a Vex simulation that has plunged the city into an endless night. It seems they have found a way to harness our energy against us. And even in all his wisdom, Osiris can offer no solution. I don't know what will happen if we can't break the Vex's hold over the city. I do know that we must protect our people, no matter the cost. The Vex are machines, and no one understands machines better than the Elixni. Osiris and I could only think of one we might turn to. Mithrax, Kel of House Light. My spies report he claims to be among the last sacred splicers, those with the power to commune with machines. He may be our best and only hope. Find him, Guardian. Before the Vex team. Oeh, is dit dan ook een beetje de setup waarom Vault of Glass terug is? Want dat was natuurlijk wel een beetje mijn vraag. We hebben nu Season of the Splicer. De Splicer die overduidelijk een Fallen is. Dat zie je hier ook. Maar Vault of Glass is een Vex raid. Dus ik vroeg me al af, hoe vallen die twee samen? Nou, we hebben een kleine sneak preview hier gehad. En ik ben benieuwd waar het toe gaat leiden. We vliegen volgens mij direct door naar een missie. My hidden report that Mithrax was last seen on Europa, helping Varix evacuate Elixni defectors. Both the Vex and Aramis's loyalists are down there hunting for survivors, shooting anything that moves. Be sure to shoot back. We need Mithrax alive if he's to help us with our Vex problem. Oh, we gaan gelijk Mithrax capturen. Oké. You're closing in on some residual signals. It could be Elixni bound for House Light. Or it could be more of Aramis's loyalists. Clear the Vex and introduce yourself to the survivors. Make it known you're not a threat. Unless you need to be. Mijn trusty outbreak perfected. Ik kan niet zonder, het spijt me. Ik weet het is een hopeloos verouderd wapen. Maar ik vind hem zo ontzettend fijn. Dat is mijn go-to. Ik speel Destiny op dit moment op de PC. Zoals je misschien zelf al wel een beetje in de gaten had. En het grappige is, en deze game doet dat wel goed. Ik speel hem in ultra-wide. Maar de UI die beperkt zich tot 16:9. Waardoor het er ook voor jullie gewoon goed uitziet. Weinig games doen dat. Gelukkig steeds meer. See if you can learn where they're headed. Over. Their possessions. Trigger. Message repeat. This is Mithrax. To those who renounce the violence of House Salvation and seek refuge in the House of Light. I will be landing a skiff near Asterion Abyss. Bring only what you need. We must prioritize survivors over their position.
Mysterian Abyss. That's their rendezvous point. A single skiff recently touched down near your position. It's got to be Mithrax. Hurry, Gardner. See the dying before deliver. He takes off. Ga je me nou vertellen? Oh, ik wou net zeggen, ik moet gewoon hier naar boven. Ik dacht heel even dat ik de afgrond in moest duiken. Maar dat is niet nodig. Ik wil weer even wennen, man. Het is een tijdje geleden dat ik een shooter op PC heb gespeeld. Zoals je weet, ik ben eigenlijk van origine meer een consolespeler. Maar heb de laatste 3 jaar toch echt PC gaming weer herontdekt. Zoals als ik het zo mag noemen. Want van oudsher, van echt oudsher. Toen ik nog 8 jaar oud was, speelde ik alleen maar PC games. En dat is eigenlijk ook zo begonnen. Tot op een gegeven moment, ik denk dat het omkeerpunt is geweest. PlayStation 2. Het is een bad time to ask for a favor. But he and his house of light still worship the traveler. Ik zou echt heel blij zijn wanneer cosplay eindelijk geïntroduceerd wordt. Want ik speel deze game ook graag op console af en toe. Gewoon lekker vanaf de bank, lui, voetjes op tafel, achterover leunend op de bank. Maar dan wil je ook met je PC-buddy spelen. En vice versa natuurlijk. Want we hadden op PlayStation 4 echt altijd een vaste raid crew. En die is een beetje uit elkaar gegroeid. Doordat Destiny op PC natuurlijk een veel betere ervaring was dan op PlayStation 4. Gelukkig is dat nu bij de Next Gen versies wel enigszins gefixt. En hebben we nu gewoon 4K 60 en de Crucible 1080p 120 Hz natuurlijk. There are bodies in the snow. Nothing can be done for them now. Mithrax must have let a few survivors out, but they're completely exposed. Eyes up. Move. Where to? Wat is er hier? Kunnen we hier overheen? Oh, dit was een heel slecht idee. Nou, we komen er wel. You're close, and I'm picking up unusual energy spikes ahead. Be ready for anything. Is almost here. Stay down. Stay quiet. How do you know we can trust them? Okay, the babytjes. I don't. But the light provides. Is dit de eerste keer dat we baby fallen zien? Volgens mij wel, toch? Tof is ook, in tegenstelling tot vele andere games, zijn altijd deze cutscenes ook gewoon in ultra-wide te bekijken. Guardian, I find you in the light, and on your signal, I call a ray. Mithrax Kel, it is an honor. We've been searching for you for some time. This is no. Even voor duidelijkheid, dit is een nieuwe voice actor voor Ikora Ray. Het is niet dezelfde. Many enemies pursue my house of light. We did not wish to be found. Then times are desperate for us both. The Vanguard seeks your assistance. I am aware. Vex systems pulse with talk of the city's endless night. But my people demand much protection. If this Guardian could assist me in blinding the Vex here, we can speak without risking more bloodshed. Well, let's do it then. Blinding the Vex. My Guardian will do whatever you need. I have opened the door for you, Guardian. Will you walk the path of the Sacred Splicer? Hell yeah, let's do it.
trusty companion, the non-hunger. Geweldige auto rifle. There is no illusion. The Guardian ventures through the Vex domain itself, where the machines guard their most precious secrets. Het ziet er wel heel sick uit, by the way, man. I will clear the way. Zijn we nu gewoon in cyberspace? Is dat het ding? Wat ratelt dit wapen ook heerlijk, man. Dit is wel een twist and turn die ik niet zag aankomen, maar wel heel vet is. Is dit het moment waarop we terugkeren in Destiny? I don't know, we gaan het zien. I will alter the fabric of this Vex system to aid you. Maar splicers kunnen dus ook Vex constructs hacken. Dat is nieuw. Volgens mij ben ik een beetje underpowered, want ik ga redelijk snel dood. Ik pak heavy hits elke keer. De lore in Destiny, dat is altijd toch wel een ding wat heel erg goed is geweest. En los van wat je van de gameplay mag vinden. Want daar zijn de meningen om een of andere reden nog best wel over verdeeld. Onterecht naar mijn mening. Zit het met het verhaal altijd wel heel erg snor. En is dat wel echt top tier binnen de gehele industrie. En gelukkig weten ze dat ook beter te vertalen naar de game. Want ik zeg dat net iets te gemakkelijk, merk ik. Omdat het er vooral mee te maken heeft dat vroeger moest je echt buiten de game omgaan om überhaupt de toffe verhalen binnen Destiny helemaal te snappen en te begrijpen. En tegenwoordig is dat niet meer. Ze zijn echt een stuk beter geworden in in-game storytelling. Oh, wauw. Je moet trouwens level 1300 zijn dus, om de Vault of Glass te kunnen spelen. Dus we hebben nog even om weg te gaan. Maar ook dat gaan we wel redden. Ik wou net zeggen. Die neonkleuren zijn echt tof hier, man. Feed the curator. Ah, nee! Dit was dom. Dit was heel dom. Gelukkig kunnen we gewoon respawnen. Nee, ik heb armamentarium om. En dat is een chest piece. Waarmee je dubbele granaten krijgt. En als je een titan bent. En je kiest voor arc. Dan heb je wel echt een granaat die zoveel damage doet. Je zag het denk ik al op het begin toen ik die, eerste gooide op de. Op de curator. Had denk ik deze super beter kunnen bewaren voor de crowd control. Althans, ik denk dat hij daar iets beter geschikt voor was voor wat crowd control, maar het gaat voor ons nog vrij aardig. Lang
afstandswapen. Kijken of het zwart een beetje damage wil gaan doen. Oh, 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 nee! Hij is down! Jawel! Oké, we moeten vluchten. Waarvoor vluchten we op dit moment? Ik zie niks afbrokkelen of wat dan ook. Ah, dit wordt een jump puzzle. Uh-oh. En nu? Ik vind het zo vervelend dat er blokken die verdwijnen als je erop wil gaan springen. Let maar op, deze verdwijnt zo. Deze blijft staan, oké, okay, dat is mooi. No, we're doing just fine. Doing just fine. 360! Oh, dat is we hierin konden. Hurry up, man! Woo! Vex signals are dissipating from your region. They're leaving. Yes. With the core you hold, the secrets of the Vex reveal themselves to us. To study such an artifact would benefit us both. But there is no time. My people must move on if we hope to survive. Mithrax. I saw those who wish to join you dead in the snow. Let them be the last to fall. Come, shelter in our city. You and your people. Ikora Kel, can you offer the Elixni such a thing? Yes. I just did. You'll be under the Vanguard's protection. The Vex are the enemy here. And any Lightbearer who disagrees can take it up with me. Then we accept. With light in our hearts, we will join you in your city. Beneath the Traveler. Beneath the Great Machine. Travel to the last city with Mithrax. Toch, ja, een coole openingsmissie. Het heeft in ieder geval mijn interesse te pakken. Splicer ziet er cool uit. We gaan Vex Constructs hacken. Dat klinkt altijd heel dope. Die vette neon vibe vind ik erg goed werken. Ah, hier, we zijn er. Is dit de last city? Ja. My people shelter beneath the great machine. This is beyond simple generosity. I must thank Ikora for her gift. This sanctuary is not granted by Ikora alone, but by all who live in the last city. Yes, and is that on future their war behalf, code? Let me extend a welcome. I am Osiris, and this is Lakshmi too, future War Court leader and city representative. My greatest appreciations to you both. The House of Light thanks you. Your house can best show gratitude by keeping to itself. I know your assistance with the Vex will benefit us all. But not everyone in the city is so open-minded. You appear to be settling in. I will leave you to it. If you require further help from us, you must only ask. I shall. There are several modifications we will need for stable ether production. Submit a proposal to Ikora. She seems willing to get you anything you need. I must return to the people in the city. Future War Court has foreseen great misery for them in the days ahead. And they will need an advocate. I often forget how highly those in the tower have placed themselves. The air is thin there. Best not to breathe too much of it. Okay. Cool, 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 cool. You must understand, this situation is tense for us all. This encampment perches on the edge of the Kree and democracy.
I hope your stay with us will be uneventful. As do I. Design is ook wel vet van deze Lixney. Oké, later. En nu? Location updated, the helm. Mithrax has asked you to speak with the splicer server in the Lixney. Kan niet zien wat hier staat. Ja. Lixney wing of the helm. The helm has been relocated in the director. Can now be found above the tower on the main director screen. Oké, cool. Dit was de openingsmissie, jongens, van Season of the Splicer. Ik hoop dat jullie het vet vinden. Ik ga er in ieder geval aan duiken. Ik ga de komende week vooral extreem veel grinden om zo snel mogelijk op level 1300 te komen. Zodra we op level 1300 zitten, ga ik de Vault of Glass raid spelen. We hebben al een raid group hiervoor klaarstaan. En wanneer we die gaan doen? 1. Ik ga het uiteraard streamen. 2. Ik ga het ook capturen, zodat ik het later op YouTube kan zetten. Hopelijk gaat alles gewoon lekker soepel. Want de Vault of Glass is toch wel echt één van de vetste raids. Zo niet de beste, naar mijn mening. Bedankt voor het kijken. En mocht je dit nou een toffe video vinden, laat dan alsjeblieft dat duimpje omhoog achter. Daarmee help je mij enorm. En vergeet ook niet te abonneren. Voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!